Als we het gaan hebben over de historie tussen PSV en Vitesse in het Philipsstadion, is er natuurlijk één editie die bij iedere PSV-supporter in het geheugen gegrift staat. En dat is die van 29 april 2007. Iets minder nog dan een kwartier. Waarvan? Kluivert niet. Bal van voor Cocu! Toch 5-1! 5-1 voor PSV! PSV is landskampioen geworden! Het is niet te geloven! Het is niet te geloven! Oi, 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 jongens! Ronald Koeman doet het! Dit gaat niemand geloven! De nummer 3 van Nederland is opnieuw de nummer 1! PSV, kampioen van de Eredivisie 2006-2007. Jonge, 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 jonge. Naast die memorabele 5-1 werd de wedstrijd tussen PSV en Vitesse 26 keer meer afgewerkt in het Philipsstadion. 21 keer won PSV, 3 keer eindigde het duel in een gelijkspel en 3 maal won Vitesse. De laatste keer dat dat gebeurde was op 29 september 2001. Alangida, Diarra. Coachje van de kant, hoorbaar door Koeman. De paas van Jansen is prima. Hier is Klaasens en hier is de 1-0 voor Vitesse na 9 minuten en 5 seconden. Gert Klaasens zette Vitesse dus op 1-0. En deze prachtige vrije trap van Theo Jansen zou de eindstand betekenen. 2-0 dus in het voordeel van Vitesse. Sinds die nederlaag won PSV thuis 10 keer op rij van Vitesse. In die 10 duels kwam PSV tot 23 doelpunten. Robben in de extra tijd van de eerste helft. Krijgt die bal daar tot bij de Jong en dan is het 1-0. Op een belangrijk moment een belangrijke goal. Afellay, driehoekje, Vogel, Park. Volgend driehoekje, Park. Naar de 1-2 met Van Bommel en wat een raket! Daar is het doelpunt dat PSV dicht bij het kampioenschap brengt. Park onderschept. Van den Berg nam heel veel risico. Afellay biedt zich aan, daar is Van Bommel. Wat een prachtig doelpunt. Ja, als je valt kun je natuurlijk wel hard koppen als je naar voren valt. Als je zweeft. Koevermans. Nog altijd Koevermans, knappe actie. Wat een goal van Danny Koevermans. En wat een manier om thuis de buurt op te luisteren. Geweldig doelpunt van de spits. Die zo bewijst dat die zet van Koeman de juiste is. Vorig seizoen eindigde de wedstrijd tussen PSV en Vitesse in een 3-1 overwinning voor PSV. De openingstreffer werd gemaakt door Tim Matas. Hier Matas nuttig met het lichaam ten opzichte van Kalas. Mertens. Mertens er langs bij Kasia. Mertens 2-0. Wat een prachtige goal is dit van Dries Mertens. Nadat Mike Havenaar de stand verkleinde tot 1-2 was het uiteindelijk Stanislav Manolev die de wedstrijd besliste. Matas, Manolev met de beslissing. Ja, daar is 3-1 voor PSV via Stanislav Manolev. De grootste thuisoverwinning van PSV op Vitesse dateert van 23 september 1978. Toen werd het 5-0. Maar voor de gokkers onder ons, de uitslag die het meeste is voorgekomen in wedstrijden tussen PSV en Vitesse, is 1-0. Maar liefst 5 van de 27 wedstrijden eindigden in die uitslag. Vanuit PSV-optiek wordt het nu de hoogste tijd dat er eens gescoord gaat worden, zo'n 5 minuten voor rust. Ja. Een mooie, 1-0. Bakal, Lazovic,
Nu is hij goed gegeven en gaat hij erin. Zoetse. In de huidige selectie van Vitesse zitten twee spelers met een PSV-verleden. Patrick van Aanholt speelde in de jeugdopleiding van de Eindhovenaren. En Jonathan Reijs kwam in 26 competitiewedstrijden tot 11 treffers. Hoofdcoach bij Vitesse is natuurlijk Fred Rutte. En als we kijken naar de historie, dan zien we dat in het verleden 17 spelers uitkwamen voor zowel PSV als Vitesse. Enkele voorbeelden: Danko Lazovic, Hans Schilhaus, Ismaël Aissati, Remco van der Schaaf en natuurlijk Philip Cocu. PSV scoort dit seizoen in de competitie aan de lopende band. In 13 wedstrijden werd al 48 keer het vijandelijke net gevonden. Mocht PSV in dit razende tempo door blijven gaan, dan zou de teller na 34 wedstrijden op het duizelingwekkende aantal van 125 doelpunten komen te staan. Dat zou een record betekenen. Het huidige record staat op 122 doelpunten gemaakt door Ajax in het seizoen 66-67. Het clubrecord van PSV staat overigens op 117 doelpunten. Dat aantal werd bereikt tijdens het seizoen 87-88. Er zijn zondag twee spelers die op moeten letten dat ze niet tegen een gele kaart aanlopen. Mark van Bommel namens PSV en Jan-Arie van der Heijden namens Vitesse zullen op hun tellen moeten passen, want bij een volgende kaart volgt een schorsing. Mocht Wilfred Bouma zondag in actie komen, dan wordt het zijn 300ste wedstrijd in de Nederlandse Eredivisie. Scheidsrechter komende zondag is de heer Bas Nijhuis. Aftrap in het Philipsstadion is om 2:30. Geweldig. Het is een droom die eigenlijk een beetje uitkomt, want je droomt om profvoetbal te worden. En als ze jou nu al mogen proeven hoe het is. Ja, de hele ambiance, sfeer eromheen, is echt prachtig. Het is gewoon zwaarder dan een competitiewedstrijd, maar ook de ervaring inderdaad tegen internationale tegenstanders. Dan in een stadion weer spelen, dat zijn gewoon ook de mooie dingen natuurlijk, maar daar word je als speler wel beter van. De laatste wedstrijd alles of niets. Het moet gewoon knallen. De laatste wedstrijd moet gewonnen worden. En als wij winnen, dan zijn we gewoon door. Kom komende woensdag naar het Philipsstadion voor de ontknoping in de Next Gen Series. PSV neemt het op tegen Celtic. De aftrap is om 6:30 en de toegang is gratis.